Hoe warm het was en hoe dichtbij. Dat laten deze opnamen zien. Zomaar ergens boven Nederland gemaakt in het weekend waarin de bouwvakvakantie begon. Bij de brug van Muiderberg, die het gebied van de nieuwe Flevopolder ook van het westen uit toegankelijk heeft gemaakt, hebben de Amsterdammers een nieuw recreatieterrein geïmproviseerd, waar echter van zwemmen geen sprake kan zijn. Toch heeft ook de commercie zich hier al genesteld en de zaken lopen gesmeerd. Behalve de velen die in deze omgeving op, aan of in het water verkoeling zochten, waren er ook die in de zinderende hitte op weg gingen om de nieuwe polder zuidelijk Flevoland te verkennen. Op sommige plaatsen is het vorig jaar gezaaide riet al hoog opgeschoten, mede ten gerieve van sommige verzamelaars. Enkele overgebleven natte plekken zijn onmiddellijk in bezit genomen door de watervogels, die voor het overige welig tieren lieren in de moerasandijvie. Het zijn mooie plekjes voor wie er oog voor heeft. Maar in meerderheid zochten de mensen toch wel de waterkant op. En dankzij de grote inpolderingen is er veel waterkant bijgekomen. Het Veluwemeer bijvoorbeeld, waar langs de dijk van oostelijk Flevoland en langs de Veluwe kust tussen Elburg en Harderwijk honderdduizenden in deze dagen ontspanning en verfrissing zoeken. Dat de drooglegging van het IJsselmeer niet alleen landaanwinning, maar zeker ook verruiming van de recreatiemogelijkheden ten doel had, wordt in deze beelden duidelijk aangetoond. Over een lengte van tientallen kilometers rijden de tentensteden en campingterreinen zich aaneen. Zij bewijzen bovendien hoezeer de recreatiebehoefte is toegenomen. Het gebied van de randmeren, dat nog grote uitbreidingen zal ondergaan, zal in de eerstkomende jaren in die behoefte zeker kunnen voorzien.